pe un mopo pe un de sau abi makandra ete. Dit was het thema van de lezing die het Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunye Akata afgelopen zondag in de congreshal heeft gehouden. Het doel van deze lezing was het mysterie van de voorouders van de Afro-Surinamers te ontrafelen. De inleider en Winti-geleerde Ramon Maknak gaf uitleg over de verschillende soorten Winti's en liederen die de groep Ginjamba heeft gespeeld. Volgens Maknak is de naam van de Kromanti-Winti afkomstig van een stam in Ghana, waar de meeste slaven vandaan komen. Maar Kromanti, dat gebruiken we hier omdat er uit die stam Winti's zijn voorgekomen. En men heeft de Winti's daarna naar de naam vernoemd. Ja toch? En bijvoorbeeld Ukonjazo, Ukomitingi, maar dat is maar niet in Singi, dat is aan een Singi. Maar de Winti's zijn baden die geeft zijn van elkaar, de Indi. Maar voor de elkaar aan Winti Kromanti, dat is een heel verhaal. Daarom stelde ik een vraag over Afuru Chenchen, voor de Koyboy naar Afuru Peng. Alsnog oud ik u op uur en dat zijn middag heeft dat hij. Maar aan de zomer aan het ontstaan. Maar alvast op neemt moeten naar principe ook moeten. En dat we behouden eigenlijk in het doel. Maar ik heb trouwens samenlijk de oud-poek, de assantie heen. Dan heb ik over aanpoek. De heer aanpoek op ja. Dan de smart moeten naar alle poek de aanpoek nemen. Ja toch? Maar Kromanti is een hele... Ik samsa waarbij a jeje char aman toevallig gogo tek a kouru dat nesi da man begin taki wan tal di den epe sang da pabe abane kukuranti dan taki sama obye taki da peso moi dan taki na papa kromanti de so anen de ondro den kromanti winti ma anen kmoto na gana na wandoro pe ugo in het Beneland daar Beneland pude mana kresera da po bende en da po ben de basis na nga de sangres so Tot zover Ramon Maknak, inleider en Winti-geleerde tijdens de lezing Peun Mopo Peun De Sanu Ab Makandra Ete. De lezing is afgelopen zondag in de congreshal gehouden.